is bijna eind 2019, om precies te zijn 28 december 2019, een zaterdag. En het is open huis bij de historische kring in Dalsen in de Trefkoelen Plus. Jan Siebelt, voorzitter, wat gaat hier allemaal gebeuren vandaag? Wij zetten letterlijk de deuren open om te laten zien wat wij als historische kring Dalsen in huis hebben. Dat is heel veel. We hebben heel veel materiaal over de geschiedenis van Dalsen, over de geschiedenis van Oud-Leuzen, van Limmelenveld, van Hoornhorst. Dat laten wij zien aan iedereen die daarvoor belangstelling heeft. Dat doen wij door middel van boekwerken met allemaal foto's, documenten. We hebben hier zelfs de nagebouwde cabine van een Spitfire uit de oorlog neergezet om te laten zien hoe klein zo'n vliegtuig eigenlijk is. We hebben een hele actieve werkgroep 3945 die zeker begin volgend jaar ook nog meer zal laten zien. En alle onze werkgroepen, er zijn een stuk of 10, die laten zien wat ze in huis hebben. En dat betekent dat we kunnen laten zien hoe de stamboom van iemand eruit ziet. Ja, als iemand in Dalfsen geboren is, in de oude gemeente Dalfsen, kunnen wij online laten zien hoe de stamboom eruit ziet. Wij kunnen heel veel foto's laten zien van Dalfsen en de drie buurtdorpen. Wij kunnen heel veel documenten laten zien. We laten zien hoe mensen actief zijn en op zoek zijn naar meer informatie. De gelegenheid is er juist daarom ook om mensen de deur te laten binnenkomen met foto's, met documenten, met verhalen over wat ze misschien nog via hun ouders of weet ik veel wat hebben gekregen of op zolder hebben liggen. We gaan dan na van, is dat iets voor ons? Dat kan zijn. We hebben hier ook heel veel archieven van verenigingen. Verenigingen die niet meer bestaan voor een groot deel. Die worden vastgelegd omdat het uniek materiaal is. En wat maakt ons dat een soort documentatiecentrum? Wat we moeten zijn om onze missie, en dat is het uitdragen van de geschiedenis en de drie buurtdorpen, om die waar te maken. En nou geven jullie ook een blad uit, hè? Wij geven ons blad uit rondom Dalfsen 3 keer per jaar. Dat is voor leden van onze vereniging is dat gratis, zeg maar. Voor mensen die geen lid zijn, die kunnen in de boekhandels in de omgeving en in Dalfsen kunnen die een exemplaar aanschaffen. Daar zitten verhalen in, heel veel foto's in over de historie van Dalfsen, over wat wij in huis hebben. We hebben een aantal bijeenkomsten per jaar die we organiseren om verhalen te vertellen over de geschiedenis van Dalfsen. En daarnaast via Facebook en via onze site dragen we nog meer van onze geschiedenis uit. Jolande Roort, je bent voorzitter van de werkgroep Hoornhorst van de historische kring Dalfsen. Daar ligt daar een prachtige fotocollage. Winterse taferelen, vertel eens. Nou, omdat het er net tussen kerst en oud en nieuw is nu, heb ik hadden bedacht om een beetje Remember December foto's te maken. En ook foto's uit het archief te halen, wat iedereen thuis heeft. En dat hebben we hier verzameld. Hey, en wat gebeurt hier nog meer allemaal? Want ik weet wel dat jullie werkgroep heel actief is, hè? Ja, volgend jaar 2020 bestaat Hoornhorst 250 jaar. En er zijn verschillende activiteiten. En het is best wel een vol programma het hele jaar door. En daar zijn we best wel druk mee. En vooral ook de groep 250 jaar Hoornhorst, want die staat eigenlijk wel los van de historische kring. Maar die zijn er echt heel druk mee. Wat gaan jullie doen als historische kring in verband met het 250 jaar bestaan van Hoornhorst? Wij hebben vooral informatie aangeleverd aan de groep die dat hele programma op zich heeft genomen. En we zijn ook bezig om een, dat is dan ook nog van het DNA van Dalfsen, een schuilhut. Die wordt ook volgend jaar geopend. En dat hebben we geprobeerd om dat een beetje te combineren in het historische jaar. Wanneer ben jij bij de historische kring gekomen? Wat was jouw drijfveer? Nou, het drijfveer was dat ik eigenlijk de stamboom van mijn vader heb uitgezocht. En toen viel ik eigenlijk van het een in het ander, want die gaat steeds meer uitzoeken. En toen hebben ze mij 2 jaar geleden gevraagd of ik bij de werkgroep wilde komen. En zo is het gekomen. Je gaat nooit meer weg. Nou, nooit meer weg wil ik niet zeggen, maar voorlopig nog niet. Nee. Jasper Bringsma, ik heb ze heel vaak in het echt zien vliegen. Spitfires op een luchtshow, want zo oud ben ik nog niet. Dit is een nagebouwd exemplaar. Wat kun je hiervan vertellen? Ja, wat kan ik hiervan vertellen? Ik heb deze, dat is een replica, 1-op-1 schaal, zeg maar, van een Spitfire cockpit. Heb ik afgelopen 2 jaar heb ik aan gewerkt in mijn garage. Dus het is een beetje, een eerbetoon, zeg maar. Maar ook, eigenlijk heb ik hem gebouwd, ik zeg altijd, ter educatie en vermaak, zeg maar. Dus om mensen wat te vertellen over de periode in de oorlog, zeg maar. En met name over de oorlogsvliegers. En ook over de verschillende crashes rondom Dalfsen en de Zwolle, zeg maar. In deze regio, wat er allemaal gebeurd is. Dus daarvoor heb ik hem eigenlijk gebouwd. En ook een beetje een soort hobby, zeg maar. Dus
Dus de interesse van vliegtuigen en de Tweede Wereldoorlog, zeg maar, die komen daar een beetje in samen. Dus, En vlieg je zelf ook? Ja, klopt ja. Ja. Voor de hobby, zeg maar, vlieg ik zelf. Momenteel staat het een beetje op een laag pitje, maar met een klein vliegtuigje vlieg ik zelf ook. Dus, daar zit ook weer de link, zeg maar, tussen met de vliegtuigen. Ja. Hey, deze replica hè, van die Spitfire. Ja. Hey, nou was de originele Spitfire helemaal gebouwd van aluminium. Ja. Ik moet er toch niet aan denken dat je daar boven vliegt in zo'n IEL vliegtuigje, want dat is het natuurlijk. Hè, een hele kleine cabine, heel dun aluminium en er wordt op je geschoten ook nog. Ja, inderdaad. Deze dan van hout, inderdaad. Maar als je er ook in zit en het deurtje gaat dicht, zeg maar, en de kap gaat dicht, dan krijg je ook een beetje het idee van ja, hoe die vliegers toen zich moeten hebben gevoeld. Het is best een kleine ruimte. En dan vloog je op 5000 voet of soms wel 10.000 voet als escorte van bommenwerpers. Nou, geen verwarming, zeg maar. Nou, of minimaal. En ook geen drukcabine. Dus ja, dat waren wel... koude omstandigheden vaak. En inderdaad, je had wel iets bescherming, maar als ze op je schoten, zeg maar, dan dat was met name het afweer geschud. Was het wel een gevaarlijke onderneming, zeg maar. Ja. Ja, daar staan we dan. Stefan Hendricks uit Lemmelenveld. Jij bent gespecialiseerd in de vliegtuigenhistorie van de Tweede Wereldoorlog. Met name de neergestorte exemplaren. Hè? Er zijn er heel wat neergekomen hè, in Overijssel. Met name in de omgeving van Dalsen, zeg maar. Van Lemmelenveld. Ja, onder andere ja. Provincie Overijssel heb je ongeveer over 400, 450 toestellen die zijn neergekomen. Er zijn voornamelijk crashes. Toestellen die zijn neergestort. Maar er zitten ook een hoop noodlandingen bij. Die zijn ook allemaal geregistreerd. En die proberen we nu op een kaart in te tekenen. Er is een register bekend met informatie over die neergekomen toestellen. En vanuit dat register maken we die kaart. Maar Dalsen is ons al lange tijd bekend omdat ik hier binnen de werkgroep ook onderzoek heb gedaan naar die crashes in Dalsen. En de omliggende gemeenten zoals Ommen en Zwolle zijn ook goed bekend. Dus samen met de overige gemeenten in de provincie Overijssel moet de rest ook... duidelijk worden uiteindelijk. Ja. Ja. Volgend jaar gaat er iets bijzonders gebeuren, want dan wordt er een Messerschmitt opgegraven bij Millingen. Een klein buurtschapje bij Hoonhorst. Vers van de pers hebben we gehoord. Het staat ook in de Stentor van vandaag. In mei moet het gaan gebeuren. Worden jullie daar een beetje bij betrokken als historische kring? Wij hebben de vraag uitgedaan richting de gemeente. De gemeente die trekt die kaart uiteindelijk om in ieder geval betrokken te worden bij dat verhaal inderdaad. We hebben wat inhoudelijke informatie rondom die crash. De meeste informatie die wij hebben, die heeft de Koninklijke Luchtmacht ook wel. Dus daarin zullen wij niet heel veel kunnen betekenen. Daarin. Maar voor de toekomst zal de gemeente wellicht ook een beroep op ons doen om wat informatie uit te dragen over dat verhaal. En voordat wij iets kunnen uitdragen, zal er ook input richting ons gegeven moeten worden. Aan informatie, maar ja, wij hopen ook vanuit de gemeente wat materialen die vrijkomen bij die berging aan onze collectie toe te mogen voegen. Ja. Zodat wij ook wat tentoon kunnen stellen later, iets tastbaars. Veel mensen zegt informatie wel iets, maar er is ook altijd een club mensen die de tastbare materialen heel erg aanspreekt. Het zou jammer zijn als dat verloren gaat. Uiteindelijk, ja. Waar komt jouw fascinatie vandaan voor in dit geval dan de Tweede Wereldoorlog? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben aan het einde van de lagere school, in groep 8, ben ik gevraagd om bloemen te leggen bij de graven van geallieerde vliegers hier op de begraafplaats in Dalsen. Destijds deze dan nog. Daar liggen nog 22 jongens begraven die hier in de gemeente zijn verongelukt. Ik heb daar aan deelgenomen, ik heb daar bloemen gelegd. Op een gegeven moment gaat zo'n verhaal rollen en je wil weten wie die jongen dan is waarbij je die bloemen gelegd hebt. Wat is er met hem gebeurd? Waar is hij verongelukt? Hè? Waar kwam die weg? Zo word je helemaal in zo'n verhaal gezogen en dat is heel interessant. En zo kom je dan terecht bij de historische kring. Je bent ook het lichtend voorbeeld van een jongere in ieder geval. Ja. Binnen de historische kring die toch wel een beetje gedomineerd wordt door grijze dames en heren, heb ik begrepen. Maar Jan Siebelt, de voorzitter, drukt mij op het hart van alsjeblieft vertel ook dat er ook jongere mensen rondlopen hier. Nou, jij bent het voorbeeld. Ja zeker. Ja, het is een hele grote groep oudere mensen inderdaad, met een wat hogere leeftijd. Ja, die
die blijven natuurlijk geen 50 jaar bij de club. Ik hoop dat ik wel 50 jaar bij de club mag blijven natuurlijk. Maar goed, bij de generatie van mijn leeftijd zit wel heel veel interesse, heel veel belangstelling voor dit onderwerp. Ja, je moet ook een beetje het gevoel hebben dat je iets voor zo'n club kunt betekenen. Dat de club ook wat voor jou kan betekenen. Je vult elkaar aan en ik denk dat je op die manier ook het verst komt. En dat is heel mooi, denk ik. Ja, absoluut.